Vaak wordt gevraagd als kinderen met een beperking mogen bewegen of als ze mogen sporten. En dat mag helemaal. Wel hou je soms rekening aan de hand van de beperking, dat je bepaalde aanpassingen doet, omdat je gewoon rekening houdt met veiligheid. Maar verder mogen deze kinderen sporten of bewegen. Als we zo'n kind vanaf het begin al stimuleren om aan sport te doen, zorg dat dus ervoor dat dat kind alvast bepaalde vaardigheden, bepaalde skills begint te ontwikkelen. En hierdoor geven we die kinderen als het ware een kans. Want wanneer wij bezig zijn met sport, kijken we niet naar wat het kind niet kan. We kijken naar wat het kind wel kan. En aan de hand van wat het kind kan, gaan we dus ervoor zorgen dat dat telkens weer beter wordt. Dat dat telkens weer bevorderd wordt, gestimuleerd wordt. Sporten is gezond en daarom vind ik het goed. En ik vind het ook leuk. Onze droom is dat kinderen met een motorische beperking de mogelijkheden hebben om te kunnen participeren aan sport- en spelactiviteiten, evenals het beoefenen van een sport op professionele basis.